Ja, vandaag hebben we de lancering van de eerste business incubator van Bonaire. Het is een programma om ondernemers, lokale ondernemers te stimuleren en hun te helpen om succesvol te zijn met hun business. Het gaat hier om businesses die innovatief zijn, jonge businesses die met lokale ondernemers die iets willen bieden die toch innovatief en creatief is op de markt. Dus daarop richten we. Een business incubator is wel bekend in Nederland en ook in Amerika is het een bekend begrip. Maar het is voor het eerst dat we dit doen op Bonaire. Een business incubator is een faciliteit, het is een plek waar ondernemers bij elkaar komen, waar ze gestimuleerd worden, waar ze ook geholpen worden met dingen die kunnen komen om hun bedrijf te runnen. En daarbij kun je denken aan coaching, dat zullen we ook bieden door ondernemers, lokale ondernemers die succesvol zijn, zullen de ondernemers ook helpen. Er zal ook een training session zijn samen met de Kamer van Koophandel die ook hiervoor gaat helpen. Daarna zullen er ook networking momenten zijn waar ze met elkaar kunnen netwerken en natuurlijk het pand waar ze zullen zitten samen, dat wordt ook door het OLB bekostigd. Ze moeten wel een contributie betalen, maar de kosten zullen wij voor een groot gedeelte van het project dekken. En daarbij kun je denken ook aan wifi, water en elektrakosten, maar ook zeker de huur van het gebouw ook. Je had het net over bijvoorbeeld coaching, workshops en zo, maar zijn ze, laten we zeggen, verplicht voor deze mensen, deze groep? Ja, dat is wel een gedeelte daarvan. Het is een verplicht traject. Als je een commitment geeft om dit project te gaan doen, dan moet je ook dat daadwerkelijk echt committen eraan. En dat betekent dat je de coaching en de trainingen gaat volgen. Natuurlijk, elke ondernemer heeft een bepaalde behoefte. Soms is het op het marketinggebied, soms is het op administratie. En daarop zullen we bij elke ondernemer kijken waar ze meer behoefte aan hebben. En daar zullen we ons ook op meer op richten. Maar het is wel een verplicht traject en het idee is dat de ondernemers die hieraan meedoen, dat zij ook echt geholpen worden, dat ze binnen 1 of 2 jaren succesvol op de markt kunnen gaan en dat ook betekent dat ze een andere locatie gaan zoeken om een plekken beschikbaar te stellen voor nieuwe ondernemers die hierin zullen binnenkomen dan. U zei net, dit is het eerste. Kwam er nog meer? Ja, het idee is dat er meerdere business incubators op het eiland komen, op verschillende plekken. Nu richten we meer op de innovatieve en creatieve markt. Maar met de tijd zal dat ook andere markten of andere richtingen kunnen zijn. Bijvoorbeeld ook het gebied van landbouw is ook eentje waar we op willen richten om dat ook te gaan stimuleren. Dus dat is bijvoorbeeld een mogelijkheid voor een volgende business incubator. Ja. Mensen die willen meedoen, hoe kunnen ze dit doen? Ja, we gaan een advertentie binnenkort plaatsen. Het wordt ook in alle media aangekondigd. Daar kan iedereen de link zien van waar ze op moeten melden. Ze zullen hun plan moeten indienen. Daar zal er een selectiecommissie zijn. De selectiecommissie zal dan toetsen of de mensen voldoen aan alle criteria. En ook dat ze de juiste bedrijven zijn voor de business incubator.